Ja, hier aan tafel natuurlijk. De mensen van de Meerelink. Ja. Stel je even zelf voor. Mijn naam is Björn Maassen en ik ben voorzitter van de Stichting Cantabile en Veren organiseren jaarlijks de Meerelink. Ja, en nevendief. Ik ben Marjan en dit jaar zing ik niet met. Ik doe de regie en Voor de mensen die het niet weten, ik kan het me binnen niet voorstellen, maar wat is precies de Meerelink? De Meerelink, dat is een hele gezellige metzingmiddag in de Orangerie in Remung. En er werden eigenlijk altijd liedjes gezongen die ze eigenlijk nergens meer echt zo heurs. Echt die oud-Remungse liedjes. Ja. Af en toe ook een algemeen Limburgs liedje ertussen. Maar waarover eigenlijk het gevoel van vreugder nog een keer terug willen brengen. En het wordt gezongen door een koor, een gelegenheidskoor. Maar iedereen in de zaal is van harte uitgenodigd om met het tekstbukje lekker mee te zingen. Dus het is niet alleen maar stief luisteren, maar gans met zingen. Interactie. Ja. Ik hoor ook de reacties zijn altijd zo geweldig. Ja. Dat mensen zijn daar zo blij met dat het er nog steeds is. Want ieder jaar brengt er dit terug. Ja. Ja, ieder jaar op de laatste zondag van september. Hoe lang bestaat dit al? Dit is de 23ste keer afgezoete kop. Ja, 22 om 23ste. Ja. Nou, inderdaad, wat Kamer zegt, de reacties zijn vaak heel lovend. Mensen vinden het superleuk. Hoe kunnen jullie dat verklaren? Je bent de regisseuse van deze editie. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, toch hebben de mensen wel een beetje hang naar vroeger. Nostalgie. Nostalgie en liedjes wat ze kennen, inderdaad. En om dat dan ook met te kunnen zingen, inderdaad. Ja, zijn het dan ook vooral mensen die wat ouder zijn? Of komen er ook jongeren op af? Er komen ook wel jongeren op af. We hebben dit jaar ook weer een kinderkoor wat gaat ten goede brengt. Maar er zijn uiteraard ook veel aaieren. Zeker, die fans. De oudere jeugd, dat wil ik zo zeggen. Ja. En dus is voor het eerst ga je zelf niet met zingen? Nee, is niet voor het eerst. Ik doe al een paar. Ik heb vroeger ook niet met gezongen, maar dat is wel heel. Je zit zelf onder meer in de polka dots. Ja. Dat werd ook weer spannend. Je geeft een hele andere tak van sport. Dat klopt, inderdaad. Ik doe het wel langer ook bij andere clubs. Doe ik ook wel regie. Ja. Maar, en hier is niet zo heel erg veel regie aan. Ik laat dan niet dansen dit jaar. Dat chillt. Ten opzichte van de vorige keer, wat kunnen de mensen dan verwachten als het gaat om de regie? Je laat ze niet dansen, maar. Ik doe nog de presentatie en ik neem de mensen met door een munt aan de hand van de liedjes wat we zingen. Want misschien dat het wel goed is om even te zeggen, we proberen zeker, we hebben dat altijd gedaan in de Salle de Fête, althans die dat nog Salle de Fête hoort in Orangerie. Voor de verbouwing. Voor de verbouwing. En nu doen we dat in een grote theaterzaal. Het is misschien iets meer theaterachtig. En daarvoor hebben we ook gezegd van daar kunnen we misschien ook iets meer uithalen. Ja. En daar hebben we aan Marjan gevraagd van kunnen we dan niet iets van een thema eraan koppelen? Ja. Niet om ons nu in allerlei bochten te gaan wringen om per se dat thema, maar om het algemener thema, waar we ook een beetje zo'n rode draad in kunnen doen. Ja. En het vorig jaar was dat heel toepasselijk Dr. Kuipers, hè? Met alle Dr. Kuipers evenementen in de stad. Ja. En deze keer hebben we gekozen voor het thema de leefde. Dus daar kent ze ook alle kanten mee doet, maar zeker ook de juiste kant. Ja, en dat is in heel veel liedjes werd dat bezongen. Daarom. Dat is wel een geliefd thema, ja. Ja, en dan gaat het om meezingen. Ik kan me voorstellen dat mensen daar allemaal herinneringen hebben aan die liedjes. De beelden bij zien, gevoelens weer oproepen. Is het nou ook zo dat je kunt zeggen, we doen het nou zo lang onderhand. Dit is een beetje de top 5, die komen bijna altijd al voorbij. Ja, kan ze zeggen, maar we streven toch ook wel een beetje vernieuwing. In die zin, vernieuwing uit de oude doos weliswaar. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat we ieder jaar 9 van de 10 dezelfde stukken zingen. Mm-hmm. Er zijn er zoveel en die zijn het ook de moeite waard om eens op te pakken. Ja, en doet je dat dan in een nieuw jasje steken? Of is het gewoon zo wie het oorspronkelijk ook bedoeld was? Nee, zo wie het oorspronkelijk bedoeld was. Zo wie het oorspronkelijk bedoeld was. Ja. En dat zijn liedjes uit heel Limburg. Of alleen uit Roermond? Nee, in principe liedjes uit Remuin, maar we maken wel eens af en toe een uitstapje naar een andere plaats. Maar meestal zijn ze uit Remuin, En beslissen de zangers zelf wat je gaat zingen? Of doet je dat aan groep? Of werd dat van tevoren bepaald wie jij het zo gaat? Ja, we hebben dus een bestuur, de stichting bestuur, om het maar zo te zeggen.
En Marjan is los daarvan is regisseur, dus Sandra Halmans is de dirigente en de muzikale leider. We hebben nog een combo en dan een gelegenheidskoor. We vragen ieder jaar wel aan de muzikanten, maar ook aan de zangers, die ja, wil je weer meedoen. Mm-hmm. En eigenlijk is dat nooit een probleem, of er moeten er bepaalde omstandigheden zijn dat ze niet meer thuis, maar eigenlijk is het toch wel een soort van harde echte kern. Kliek, hè? Ja. En die vragen we eigenlijk al aan het begin van het jaar, van heb je hier niet leuke liedjes waarvan je zegt van hé, dat pas misschien wel gaat. Dan kan ik ook aan muziek komen, aan noten komen en zo gaat. Ja. En dan bekallen we die samen van nou, kennen we dat gaat met, moeten die gaat herschreven worden, hebben we daar de juiste stemmen voor, heren stemmen zijn altijd toch wel gaat in de minderheid. Hè. Klopt. Nou, dat soort dingen, nou, die heeft de dirigent natuurlijk ook een bepaalde stemmen. Hmm. En dan kijken we van nou ja, wat zijn die oude vertrouwde liedjes? En wat is dan ook wel het nuts? En ja, wat kan dan ook metgezongen worden? En wie kreeg Marjan er ook gat van gebroeven dat het ook een leuke voorstelling aan zich wordt? Leuk, ja. Ik kan me voorstellen dat je nog wel eens een nummer tegenkomt van je dacht, dat heb ik nog nooit gehoord. Mm-hmm. Ja, toevallig hadden we nu inderdaad een nummer dat ik dacht, ik had nog nooit gehoord. Maar ook niet, ja, waar het Azerrooi, hè? Ja. Dus ja goed, dat zal inderdaad kennen dat ik dat nog nooit gehoord had. Ja, maar dat kunt wel eens horen inderdaad. Ja. Voor wie was dat? Oh, sorry? Van wie was dat? Van wie is dat? Dat, ja, weet, dat weet ik niet. Het is Tuzerhofse Hei heet dat. Ah, ja. En we proberen ook, we hebben ook een aantal liedjes nu van Roemensneel, want ja, Roemen is groter dan de binnenstad. Absoluut. En, daarom, <het bleef>. En daarom willen we ook kijken van, ja, laten we niet alleen bij die oeroude liedjes, en die komen zeker terug, maar ja, laten we ook gaat weer moeten de stad, moeten de binnenstad kijken, ja, en komt dan ook niet het pareltjes misschien naar boven. Ja, leuk. Het is 29 september in de Oranjerie. Ja. Is het vrij toegankelijk? Moeten mensen kaartjes kopen? Wie heet het? Ja, dit jaar moeten ze voor de eerste keer kaartjes kopen. Ja. Het begint om 2:30 en de zaal gaat open om 2:00. Ja. Ja, er is uiteraard in de zaal de vetkind gewoon iedereen binnenlopen, maar ja, we hebben bepaald aantal plaatsen. En ja, daarvoor moeten ze een keertje kopen, is wel inclusief pozenplankje. Ja, dat is mooi. 7,50. En dus dat is overheer te komen. Ja. En een buksje. En een buksje, ja, ja. Want in het verleden wordt inderdaad zo van, nou goed, we waren het ook eigenlijk niet voor niks, maar dan vroegen we van een kleine bijdrage of een bijdrage voor het buksje. Nou, organisatorisch lukt dat allemaal niet meer. We hebben gezegd van nou 7,50, dat is hopelijk gaat over her te komen. Absoluut. En dan kreeg ze een buksje voor wat ze normaal ook moest betalen. En een drankje in de pauze wat ze normaal moest betalen. En in het boekje staan die teksten. Dan kun je thuis nog eens een keer helemaal in de badkamer even een paar foto's van vroeger of van nu die wat het liedje een beetje onderstrepen en zo gaat. En natuurlijk ook de vele sponsors genoemd, want zonder dat nodige subsidies, ja, kan er van met ophuren. En er zijn mensen die hebben echt van elk jaar, van al die jaren het buksje. Ja, leuk is dat. Ja, is ook leuk. Dan weten ze dat het een succes is en dat het ook echt gewenst is. Ja. Nou, heel veel plezier gewenst. Dank heel veel succes gewenst. Bedankt voor de komst. Ja, kom vooral lusteren. Ja. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.